heb een hondje voor je, kijk eens. Ja, de terminaal zieke Janine Assumption van Den Hurk uit Eindhoven wil nog één keer naar het land waar ze lang woonde, Zuid-Afrika, om afscheid te nemen van familie en om voor het eerst het kleinkind van haar man Gordon te zien. Alleen ontbrak het geld. Maar daar wisten haar zussen en neven iets op. Zij startten een inzamelingsactie op. Dus toen hebben we gedacht, ze wordt 65, oh, nog op vakantie kunnen. Hoe gaan we dat doen? Toen hebben we op doneeractie hebben we gezamenlijk die pagina opgezet. Zodat we nog één keer naar kinderen en kleinkinderen in Zuid-Afrika kunnen gaan. Nu nog kan. Dat ik er nog ben, is al een heel bijzonder iets. En op die verjaardag, in een zaaltje wat ze geregeld hadden, kreeg ik in één keer een iPad voor me. En daar stond die doneersactie op. Ik zat zelf niet op Facebook. Ik ben dus nu wel op Facebook gegaan. Maar dus ik wist van niets. Het was een volkomen verrassing. Janine en Gordon leerden elkaar in 2002 kennen. Beide gingen ze aan de slag in de toeristenbranche in Zuid-Afrika. Maar nadat ze hun baan verloren, keerden ze terug naar Eindhoven, de geboorteplaats van Janine. Binnen een half jaar werd niercelkanker geconstateerd met uitzaaiingen naar de longen. Inmiddels leeft ze in geleende tijd. We hebben natuurlijk heel veel pech gehad, maar dat er zoveel mensen bereid zijn om ons te helpen en om geld te geven, dat is geweldig. Want hij heeft nog een klein dochtertje in Zuid-Afrika. Dat heeft hij nooit gezien. We zijn nu alles bij elkaar, hoeveel jaar in Europa? 6 jaar, hè? Ja. En in die tussentijd staat het in Zuid-Afrika ook niet stil. Dus het is wel mooi als we nog een keer zouden kunnen gaan. De dokter die vroeg me nu 2 keer, van wanneer ga je op vakantie? En ik zeg tegen hem, ja, dat kan helemaal niet, we hebben geen geld. De teller staat inmiddels op iets meer dan 2100 euro. Al gaat daar nog ruim 200 euro af aan allerlei kosten voor de website waar de oproep op staat. Het streefbedrag voor de reis is 3500 euro.